Nou, het is vandaag weer een aparte video. Als jullie deze video zien, heb ik er 1 week stage op zitten. En ik heb een idee, ik ben natuurlijk nu nog niet op stage, maar ik heb een idee dat het best heel erg leuk gaat zijn. Ik ga nu mijn 2e week in met deze video. En toch mis ik het vloggen denk ik wel. Dus vandaar deze extra video. Ik zou zeggen, let's go. Ik ga vragen beantwoorden van het internet. Dus niet te veel gedoe. Let's go. Ik heb hier alle vragen. Het zijn er in totaal 42. Dus we gaan er lekker snel doorheen. En ik zou zeggen, let's go. Laten we beginnen met de eerste vraag. Hoe laat ben je vanmorgen opgestaan? Ik ben vanmorgen 8 uur opgestaan. En als je het liet kijken en ik ben op stage, sta ik waarschijnlijk 4:30 op. Is iets anders. Maar ik ben vanmorgen, als ik deze video opneem, ben ik 8 uur opgestaan. Diamanten of parels? Ik denk diamanten. Denk ik. Ik weet niet waarom, maar het is toch wel wat groter en wat mooier en het glimt meer. Diamanten. Wat heb je vanmorgen gegeten? Ik heb vanmorgen fruit gegeten en het fruit was druifjes met aardbeidjes. Wat is je officiële voornaam? Mijn officiële voornaam is niet Kim, dat is mijn roepnaam, maar mijn officiële voornaam is Kimberly. Wat is je tweede, derde of vierde naam? Nou, ik heb 2 namen. Dat is Kimberly en mijn tweede naam is Naomi. En dan hebben we mijn achternaam. Wat is je favoriete fruit? Mijn favoriete fruit is aardbeien. Wat vind je niet lekker? Als jullie bedoelen van niet lekker en wel moet eten, dan kies ik voor hakballen of shawarma. Ik eet het wel, maar ik ben er niet weg van. Echt totaal niet. Maar ik eet het wel eens. Als het moet, dan moet het. De video is klaar met editen. Dat is wel heel fijn. Ik heb net nog veel meer video's opgenomen. Favoriete broodje? Broodje frikandel. Heel ongezond, maar wel lekker. Of een broodje, gewoon normaal zacht broodje met kipfilet. Vind ik ook heel erg lekker. Shhh. Dat is nadat ik beneden film. Dan hoor je alles hieromheen. Maar goed, let daar niet op. Let op mij. Aan wat voor persoon heb je een hekel qua karakter? Ik heb een hekel aan mensen die liegen. En ik heb een hekel aan mensen die zich anders voordoen dan dat ze zelf zijn. Dus bijvoorbeeld, ik ben qua karakter heel erg stil, heel erg rustig, heel erg terughoudend. En dat zou ik mezelf totaal niet mogen als ik heel uit de hoogte zou doen en een grote iedereen zou hebben. En gewoon, ja... Dat, zo ben ik niet. Ik ben gewoon heel rustig, heel terughoudend. Maar daar heb ik best wel een hekel aan. Mensen die zich anders voordoen dan dat ze zijn. Of mensen die liegen. Ik mag trouwens wel heel erg veel mensen die gewoon eerlijk zijn. Dus die gewoon in één keer zeggen wat ze denken. Soms kan het hard aankomen. Waar ga je het liefst naartoe op vakantie? Ik ga eigenlijk niet zo heel veel op vakantie. Dat is het nadeel. Dan gaan we vaak dagjes weg. Ik zit natuurlijk hier ook met alle dieren. Onder dit hondje. Oude sok. Dus ja, ik ga niet heel erg veel op vakantie. Maar als ik op vakantie zou gaan, wil ik heel graag terug naar Ierland. Ik vond het heel erg mooi daar. En ik had er zeker meer van willen zien. Absoluut. Dus Ierland. Ik moet mijn telefoon weer... Oh, daar is hij weer. Waar ben je geboren? Ik ben geboren in Veldhoven, a.k.a. Brabant. Waar heb je gewoond? Eigenlijk alleen in Spijkenisse. Ja, saai hè? naar welke sport kijk je het liefst? Geen één. Echt geen ene sport. Totaal niet. Maar ik heb de laatste tijd wel wat voetbal gekeken. Dus misschien voetbal? Liefst niet, maar als het moet, kijk voetbal. Coca-Cola of Pepsi? Coca-Cola. Absoluut Coca-Cola. Ajax of Feyenoord? Feyenoord. Natuurlijk. Duh. Ben je een dag- of nachtpersoon? Oh, deze wil ik niet eens beantwoorden. Want dan weet ik al waar mensen op gaan zeggen. Ik zou zelf zeggen nacht. Omdat ik overdag heel erg moe ben. Nou ja, valt laatst het ook wel mee. Ik weet eigenlijk niet echt. Ik heb een flauw idee. Dag, nacht, een beetje tussenin, ik weet het niet. Ik denk eerder avond.
ik één nacht. Want ik ben s'avonds de laatste tijd heel erg lang op. En ligt iedereen al te slapen. En dan ben ik nog gewoon lekker wakker. Klaar wakker gewoon ook serieus. Dus ik denk nacht. Heb je nog nieuws dat je met iemand wilt delen? Ja, blijf gewoon jezelf. En zeg niet alle dingen die in je opkomen en waar je gefrustreerd over raakt. Maar denk eerst tegen wie je zegt. En wat je ermee wil overbrengen. Daar ben ik toch wel een aantal keer in mijn leven mee in een valkuil gedeeld. Dat ik dingen zei dat ik denk van hoe stom, waarom heb ik dit ooit kunnen zeggen. Dus denk eerst na voordat je iets zegt tegen iemand. En dat is voor mij ook een les geweest. Na die les ben ik semi ook wel veranderd. Waar ik heel blij mee ben overigens. Maar dat kan vaak wel een hele stomme fout zijn. En natuurlijk, do more of what makes you happy and smile more. Dus doe ontzettend veel wat je leuk vindt. En alles wat je niet leuk vindt, laat dat lekker gaan. Want waarvoor zou je daarmee doorgaan? Van wie ben je het meest benieuwd naar deze antwoorden? Als een persoon deze antwoorden zou moeten beantwoorden, zou ik denk ik zeggen Nanne Meijer, sowieso. Ik denk dat Nanne hier wel heel erg leuk op kan antwoorden. En ik zou het niet weten. Mijn klasgenootjes misschien. Is leuk om van iedereen een ander antwoord te horen op vragen. Is misschien ook wel leuk. Ik zou het verder niet weten. De laatste persoon met wie je uit eten bent geweest. Dat was met mijn opa en oma samen. We zijn toen bij de Deli Frans gaan eten omdat we in de middag nog niks hadden. Oh nee, natuurlijk niet. Oh, wat stom. Nee. Ashley. Ik ben gisteren met Ashley naar de Mac geweest. Oh, dat is echt dom. Sorry. Maar daarvoor was ik met mijn opa en oma uit eten. Waar zit je op dit moment? Ik zit op dit moment op de bank in de woonkamer. Wat is je favoriete kleur? Mijn favoriete kleur is... Goeie vraag. Rose gold sowieso. Rosé goud vind ik heel erg mooi. Koperkleur vind ik ook heel vet. En ik denk heel baby roze. Ik ben nooit zo'n roze gek geweest. Het was altijd rood en groen en geel. Nog steeds vind ik rood een hele mooie kleur. En groen. En ja, dan was dit alweer mijn video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Deze video natuurlijk een blauw duimpje omhoog. Ik zit natuurlijk in mijn stageweken. Dus de video's zullen een stuk minder zijn als dan normaal. Maar er zal hier en daar af en toe wel eens een video verschijnen. Dus hou mijn kanaal daarom ook wel zeker in de gaten. En dan zie ik jullie gewoon heel erg snel weer bij een nieuwe video. Doeg!